Bianca en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Jongens, ik ben er weer. Hoe leuk is dat? Ik heb zo uitgekeken naar deze dag. Ja, ik ga weer vloggen. Ik ga weer video's maken. Ik ga mijn YouTube weer opstarten. Zo ontzettend veel zin in. Zoals je waarschijnlijk al gezien hebt, heb ik mijn design wat omgegooid. Ik heb sowieso een nieuwe naam. En eigenlijk niet heel erg nieuw, want het blijft Hoi, ik ben Bianca. Maar dan net iets anders gespeld, omdat ik het leuk vond om bijtjes in mijn design te gaan verwerken eigenlijk. Sarah van de Groentjes, dat kanaal kennen jullie hopelijk wel. Zo niet, kijk even hieronder, want het staat gelinkt. Heeft me geholpen met het maken van mijn nieuwe logo en daar ben ik echt super blij mee. Dus nogmaals, dankjewel Sarah. En eigenlijk ben ik daaromheen de rest gaan bouwen. Dus heel blij mee. Maar jongens, wat hebben we veel te bespreken? Want de laatste video die jullie van mij hebben gezien is ergens in december geweest. En daarna is er niks meer online gekomen. En dat heeft natuurlijk één grote oorzaak. En dat is de operatie die ik in februari heb ondergaan. Maar er zit nog daar even een klein stukje voor. Dus ik wil het een klein beetje chronologisch proberen te doen. Want anders wordt deze video wel heel erg lang en heel erg uitgebreid. Ik zal het proberen kort te houden. Ik gaf jullie toen al aan, er speelde veel in december. En dat waren onder andere de voorbereiding van de operatie. Maar ik heb ook nog ander nieuws. Want ik ben niet meer single. Ik heb sinds die periode ongeveer een relatie. En daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee. Jullie kennen hem al, het is Jeroen. En wij waren natuurlijk al heel lang hele goede vrienden. We kennen elkaar al 35 jaar. En dat maakt het aan de ene kant heel erg leuk en heel erg bijzonder. Aan de andere kant maakte dat het ook best ingewikkeld. En dat was waarom die periode even niet zo lekker ging. Maar inmiddels zijn we helemaal happy en blij met de situatie zoals die nu is. En we hebben het gewoon heel erg leuk samen. Dus dat is echt heel erg leuk en heel erg bijzonder. Toen kwam die day. Dat was woensdag 5 februari. Dat was de dag van de operatie. En ik moest 's ochtends om 7 uur, moest ik me daar al melden. Mama is met me meegegaan. En rond 7:30, 8 uur geloof ik, ben ik toen naar de operatiekamer gebracht. Waar ze dik 5 uur met me bezig zijn geweest. Ze hebben een goedaardige tumor, zoals ze dat noemden, of een kieste eigenlijk, uit mijn rug gehaald. Die daar best wel veel ellende veroorzaakte. En daarnaast hebben ze nog zenuwen die voor problemen zorgden geprobeerd stukje voor stukje voor stukje vrij te leggen. Ik weet het hele technische er ook niet van. Ik weet alleen dat het ontzettend goed geholpen heeft. Ik ben inmiddels pijnvrij. Ik kan met krukken lopen. Ik probeer jullie hier daarin ook stukjes te laten zien van wat er allemaal gebeurd is. Maar in ieder geval, het was een hele heftige operatie. Nou, uiteraard ben ik daar de komende dagen, of de dagen daarna, ben ik bezig geweest om daarvan bij te komen. En het leek allemaal best wel goed te gaan. Ik had natuurlijk wel veel pijn, maar ik had ook een morfinepomp en daarmee was dat eigenlijk best wel goed uit te houden. En 7 februari was een hele speciale dag, want ik werd 40 7 februari. En daar heeft het ziekenhuispersoneel heel lief wel wat aan gedaan. Jarig zijn in het ziekenhuis is natuurlijk ook niet echt heel erg leuk. Maar goed. Die dag mocht ik ook gaan mobiliseren. Ik mocht mijn bed uit, mocht weer overeind, naar de wc, dat soort dingen. In de hoop dat dat goed zou gaan en dat ik in de week daarna naar het revalidatiecentrum zou kunnen. Want dat was inmiddels wel duidelijk. Ik zou na mijn ziekenhuisopname een poosje naar het revalidatiecentrum gaan. Om daar weer sterk te worden, om daar te kijken wat die operatie nou allemaal voor goed had gedaan. En om weer volledig sterk naar huis te kunnen. Nou, helaas liep dat echt wel anders. Ik ben gaan mobiliseren 7 februari, maar dat ging alles behalve goed.
En dat kwam door een lek in mijn ruggenmerg waar hersenvocht doorheen lekte. En als dat lekt, zodra je je hoofd ook maar een beetje optilt, dan krijg je en ontzettende hoofdpijn. En nou ja, in mijn geval ging ik ook iedere keer out. En ja, dat was gewoon echt heel vervelend. Nou, dat gebeurde op een vrijdag. Dus maandags is daar een arts bij gekomen, want dat kon die dag niet meer. Of nou ja, in ieder geval werd dat maandag. Dat was de chirurg die mij ook geopereerd heeft. En die ontdekte dat lek. En nou ja, de conclusie van het alles was, de woensdag daarop zou ik opnieuw worden geopereerd om dat lek te dichten en een eventuele drain te plaatsen. Want ja, de wond lekte ook best wel veel wondvocht en dat ging allemaal gewoon niet zo lekker. Dus woensdag de 12e ben ik opnieuw onder het mes gegaan, opnieuw onder narcose. Dit keer was dat iets minder lang, ik geloof 2 uur dat ze met me bezig zijn geweest. En het lek was gevonden en gedicht, ze hebben het kunnen hechten. Er is nog wel een drain geplaatst, maar die bleek uiteindelijk niet goed te zitten en niet zo heel veel toe te voegen. Dus die is er eigenlijk ook wel weer vrij snel de volgende dag uitgehaald. Maar ik moest tot en met maandag nog plat blijven liggen. Dus inmiddels was ik bijna 2 weken lang volledig plat. En ja, dat is gewoon niet zo heel erg goed voor je lijf. En ik was dat ook inmiddels wel heel erg zat. Nou, toen kwam eindelijk het verlossende woord op maandag volgens mij. Je mag gaan mobiliseren, je mag het opnieuw proberen. En in eerste instantie ging dat hartstikke goed. Ik was super blij dat ik weer rechtop in bed mocht in eerste instantie. Maar nog blijer dat ik op de stoel naast mijn bed kon zitten. En zelfs op een gegeven moment weer in mijn rolstoel kon zitten. Dat was echt super fijn om weer de wereld van een andere kant te zien. Ik kon eindelijk weer kijken waar de afdeling waar ik lag. Hoe zag dat er van buiten mijn kamer uit? Want ja, ik was daar eigenlijk, ik was het ziekenhuis ingekomen. Maar verder was ik mijn bed niet meer uit geweest. Nou, toen leek het erop dat het opbouwen begonnen was. Maar niets was minder waar, helaas. Kwam daar een flinke ontsteking overheen. Het was een blaasontsteking, maar een heftigere dan ik normaal gewend ben met dezelfde bacterie als in de wond. Dus dat ging gewoon niet helemaal lekker. En dat werd antibiotica voor 12 dagen. 12 dagen aan het infuus gezeten. En dat ging ook al niet zonder slag of stoot, want blijkbaar bloedprikken is bij mij geen enkel probleem, maar een infuus prikken des te meer. Dus 100 keer lek geprikt en nog lukte het niet. Dus iedere keer moest ik naar de verkoever om daar een infuus te laten prikken. Want dat zijn de experts op dat gebied en zelfs die hadden daar moeite mee. Toen zat mijn infuus eindelijk en een paar dagen later klapte die, waardoor ik nog een keer naar beneden moest. Nou ja, je kan je voorstellen, de moed was me wel echt ontzettend in mijn sloffen geschoten op dat moment. Want ik kon niet meer, ik kon echt niet meer. Maar ja, je moet toch door, want je wil gewoon eruit. En nou ja, naar huis eigenlijk wel, maar in dit geval naar het revalidatiecentrum waar je kan gaan opbouwen. Dus iedere dag de dokter op bezoek en iedere dag was het eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Nee, ik kan nog niet, nee, ik kan nog niet, nee, ik kan nog niet. En toen 4 maart, dus... ik was er toen bijna een maand. Volgens mij wel. Ik weet het niet meer exact hoor, maar dat maakt ook niet uit voor het verhaal. Kreeg ik het verlossende woord dat ik verhuizen mocht naar het revalidatiecentrum. Dus dat was heel erg fijn. Er zou een plekje voor me aan worden gevraagd en dat kon ongeveer een week duren. Dus ja, ik had eigenlijk niet verwacht voor het weekend nog die kant op te gaan. Want volgens mij was dit op maandag of zo dat ik dat nieuws kreeg. Dus dat zou de 3e of zo geweest zijn. En 5 maart kreeg ik bericht. Je gaat morgen verhuizen. Op vrijdag. Vrijdag 6 maart. Oké. Nou, die had ik dus niet meer verwacht. Maar wel heel fijn. Dus 6 maart ben ik naar het revalidatiecentrum gegaan. En daar kon ik eindelijk gaan opbouwen, dacht ik. Ja. Ook dat ging nog even mis, want ik werd in de eerste week dat ik daar was ook weer ziek. Gewoon belachelijk lage weerstand, veel stress, veel spanning, veel ellende. Ja,
dat lijf dat protesteert wel. Nou, ook dat is uiteindelijk weer goed gekomen. En ben ik echt gaan revalideren. En dat heeft 2,5 maand geduurd. Ik ben 2,5 maand in het revalidatiecentrum geweest. Ook veel en veel en veel langer dan ik in eerste instantie had bedacht. Maar wat is dat een goede periode geweest. Het was de coronaperiode. Wat natuurlijk ook een hele gekke situatie is. Hè, jongens, ik ga daar nu natuurlijk een beetje aan voorbij. Omdat voor mij die periode gelijk liep met mijn revalidatie, maar daardoor ook echt een beetje ver van mijn bedshow bleef. Nou, jullie hebben het misschien op het nieuws allemaal wel gezien. We hadden coronapatiënten in huis, in het revalidatiecentrum. Ik heb daar in die zin wel veel van meegekregen. Van hoe erg het kan zijn en hoe ziek je ervan kan worden. Maar hoe het nou echt daadwerkelijk buiten op straat ging. En hoe erg het leven van mensen aan het veranderen was. Ja, dat heb ik eigenlijk niet zo goed meegekregen. En achteraf ben ik daar wel blij om. Want voor ons in het revalidatiecentrum ging alles gewoon door. We kregen, ja, je dag ziet er daar als volgt uit. Je staat op, je gaat douchen. In het begin was dat nog met hulp van de verpleging, later kon ik dat alleen. Ontbijten doe je met z'n allen beneden in de eetzaal. Door corona was dat ook allemaal wat anders, maar normaal zit je gewoon gezellig allemaal in lange tafels. Is de tafel gedekt en je eet gewoon wat je lekker vindt. En je hebt een dagvullend programma, tenminste dagvullend. De ene dag wat voller dan de ander, maar dagvullend programma met fysiotherapie, ergotherapie, hydrotherapie, sporten, artsenbezoeken, maatschappelijk werk. Nou, alles wat je eigenlijk nodig hebt om goed te kunnen revalideren, krijg je daar in een dagprogramma aangeboden. Dat was echt perfect. Ik was er echt heel erg blij om. Bezoek was in die periode minimaal. Wij mochten gelukkig wel bezoek blijven ontvangen. We hebben vaak genoeg tegen elkaar gezegd, nou, we moeten er niet raar van opkijken als dat stopt. Maar godzijdank mocht dat blijven bestaan. Dus ik heb wel bezoek ontvangen, maar minimaal. Dus je bent ook een beetje op elkaar aangewezen. En ik heb daar hele fijne vriendschappen aan overgehouden. Mooie mensen leren kennen, mooie verhalen gehoord. Ja, en je deelt natuurlijk ook, ja, je deelt het ook met elkaar, je revalidatieproces. En dat schept echt wel een band. Dat was wel heel erg tof ook weer om te mogen meemaken eigenlijk. Want daar leer je ook weer heel veel van. Ik ga ondertussen even een slokje van mijn thee nemen. Want die heb ik er natuurlijk wel bij gepakt. Dat ga ik in de volgende video's ook altijd doen. In mijn mooie bijenmok. Want die kreeg ik van mijn lieve vlogvrienden in het ziekenhuis voor mijn verjaardag. Dus ja. Die heeft wel een speciaal plekje. Na 2,5 maand revalideren voelde ik me eigenlijk weer super goed. Wat ik zei, ik kan zo'n 40 meter met krukken lopen. Ik ben pijnvrij. En ja, dat is eigenlijk geweldig. Dus ondanks dat het een hele, hele zware en moeilijke periode is geweest, ben ik heel blij dat ik er zo goed uitgekomen ben. En is het allemaal niet voor niks geweest. En de periode is mede mogelijk draaglijk geworden door al mijn lieve vrienden en familie. Mijn ouders die geen bezoekuur hebben overgeslagen. Dat is echt, ja, dat vind ik helemaal geweldig. Daar ben ik heel blij mee. Ik wist niet dat het zo'n video ging worden, jongens. Maar goed, in ieder geval heel veel leuke kaarten gehad. Ik ben ze nu aan het inplakken in boeken. Mooie herinneringen om op terug te kijken. Jeroen die om de dag aan mijn bed zat in het ziekenhuis. En in de revalidatieperiode mocht ik gelukkig op een gegeven moment in de weekenden naar huis. En was die er gewoon gezellig in het weekend. Zodat we elkaar toch nog konden zien, al was het heel minimaal. Ik ben ontzettend blij dat deze periode achter me ligt. Al ben ik er nog niet, want ik ga door met een polyklinische revalidatie. Hoe dat vorm gaat krijgen, daar zijn we nu nog even over aan het steggelen. Want
Ja, dat, door corona is dat ook een beetje gedoe, want dan wordt er ook heel veel online of via videobellen gegeven. Maar ja, niet alles kan wat mij betreft op afstand. Dus nou, hoe dat vorm gaat krijgen, gaan jullie in de vlog zien, want daar ga ik jullie mee meenemen. Het is vandaag zondag, ik wil vanaf morgen weer gaan vloggen. Dan gaan jullie ook zien hoe het nu met werken gaat, hoe ik dat weer ga opbouwen, hoe het überhaupt nu met werken gaat, met thuiswerken en op afstand en weet ik het allemaal. Ik ben daar zelf ook heel benieuwd naar, want ja, wat ik al zei, het is gewoon ingewikkeld en ik ben er nog niet helemaal aan gewend, merk ik. Veel dingen ook wel, maar ik moet daar ook nog even mijn draai in vinden. Ja, en dan ga ik mijn leven weer oppakken. En daarbij hoort natuurlijk ook YouTube, dus dat ga ik ook weer doen. Nu snap ik dat dit misschien niet antwoord geeft op al jullie vragen. En dat is ook de reden waarom ik graag een revalidatie/operatieachtige Q&A wil doen over de afgelopen periode. Ik wil jullie de kans geven om vragen te stellen over de periode en die wil ik dan gaan beantwoorden. Dus laat hieronder in de reacties de vragen achter die je hebt. Dan ga ik ze opschrijven, dan ga ik er een Q&A van opnemen en die komt dan later online. Want ik weet nog niet precies wat mijn uploadschema gaat worden. Ik weet ook nog niet hoe YouTube en mijn revalidatieproces, hoe dat gaat matchen. Ook met werken en alles. Ik zal daar toch een beetje balans in moeten gaan vinden. Maar goed, jullie gaan het vanzelf zien. Zet vooral die melding aan, want dan hoor je wanneer er een nieuwe video van mij aankomt. Ik ben in ieder geval weer heel erg blij om terug te zijn. Ik wilde zeggen om jullie terug te zien, maar dat ja, is natuurlijk niet helemaal het geval. Al hoop ik wel jullie reacties te gaan terug te zien hieronder. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken naar deze video. Doe een duim omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie weer in de volgende vlog of video. Doei doei!